Dames en heren, hartelijk welkom bij Fanmail aflevering 30. En bij deze fanmail heb ik een hele grote soort van joekelbrief ding. Ik heb hem goed gescheurd. Oké, dit gaat een hele lange fanmail worden. Het is namelijk echt een heel pakket. Het is echt een hele leuke brief in dit ding. Wauw, fanmail voor Vincent Bouritjes van een fan. Van een fan. Het is echt een hele stapel. Wauw, dit heb ik echt serieus nog nooit gezien in een fanmail. Ik ga hem uitpakken. Het is echt een hele lange brief, bereid je voor. Hallo Vincent. Ik vind het heel tof dat ik een fanmail mag sturen. En alvast sorry voor mijn handschrift. Maar ik wil in ieder geval zeggen, schrijven dat ik een hele toffe gozer. Dat je een hele toffe gozer bent. En dat ik het niet. En dat niet vind, is gewoon een maffende ketel. Maar ja, ik hoop dat je nog een heel lang leven doorgaat met YouTube. En ik hoop dat ik je ooit in het echt tegenkom, zodat ik een handtekening kan vragen. Ik vind het heel tof wat je allemaal doet. Maar ik zou heel graag willen weten van wie jij fan bent. En of je meerdere lievelingskleuren hebt dan alleen roze. Nou, eigenlijk is mijn lievelingskleur geen roze, maar rood. Raar, hè? Dat zie je niet. Maar ik wil dat je weet dat ik veel tijd in deze fanmail heb gestoken. En dat ik echt een hele grote fan van je ben. En dat ik alle video's van je kijk en like. Extra's. Echt jongens, echt tof. Heel veel tekeningen heb ik gestuurd. Allemaal zelf getekend. Sommige nagetekend. Dus ik wil niet dat je denkt dat ik ze allemaal heb uitgeprint. Want dat is gewoon niet waar. Er zit een zelfgemaakte strip bij. Fanmail samengevat. Alles samengevat. Je bent een hele toffe gozer. Ga zo door. Groetjes. Cyanne Heiberg. Of Heiberg. Ik ben zo benieuwd. Ik ga nu de tekening met jullie delen. Ik ga ze allemaal laten zien. Eén voor één. En we gaan kijken wat we zien. De eerste tekening is... Wauw. Echt heel gaaf getekend. Het is natuurlijk Mickey Mouse. Fantastisch gedaan. De volgende tekening is natuurlijk weer een Donald. Wauw. Echt heel mooi gedaan. Echt heel gaaf gedaan. Ik vind het echt tof. Het zijn echt heel veel Donalds. Oh, wat stoer. Dit is echt cool. Wauw. Sowieso echt fantastisch getekend. Ik zie ook gewoon dat je het eerst met potlood hebt geschetst. En daarna met een zwarte pen hebt overgeschreven. Dus ik zie sowieso dat je het niet hebt uitgeprint. Stop, wacht, ga erheen. Dan krijg je pas echt lol. Oh, kijk nou. Disney Craft met hartjes. Ah, ik vind het echt leuk. Het zijn zoveel tekeningen. Ik heb echt nog nooit zoveel tekeningen gehad. Roze duck. Wauw, hij lijkt een beetje op Guus Geluk. Een klein beetje. De volgende tekening. Damn. Nog één. Donald Duck. Ik ga er even snel doorheen hoor jongens, want het zijn er echt heel veel nog. De volgende tekening is Donald Duck Kwek Kwek. Heel gaaf. Dan krijgen we nog een tekening, dat is een hele drukke, maar dat is volgens mij de strip. Ik ga hem gewoon voorlezen. Super drol. Help, help, ik kom eraan. Onderweg, bedankt super drol, geen dank. Nogmaals bedankt super drol, einde. Oké, er is dus zo dat een drol, die komt iemand redden die ergens hangt. Echt heel tof. Pauzeer de video, dan kan je hem eventjes kijken. De volgende tekening. Niet normaal. Oh, een koetje. Hij is wel echt heel schattig. De volgende tekening is roze. Roze. We hebben nog een paar tekeningen te gaan. Ik zie hier al een hele overduidelijke Donald Duck. Echt heel gaaf gedaan. Heel leuk. De volgende is... Dit is geen boer. Yo. Ik weet niet of ik dit moet zijn. Ik hoop het niet. Maar het is geen boer. Hij heeft wel een knobbel. Het lijkt niet Jordi. Hij heeft ook zijn grote adamsappel. Nog twee tekeningen. Ik bewaar deze voor het eind. Deze komt nu. Vincent, ze heeft mij gewoon nagetekend. Wauw, ik kan mij gewoon herkennen hierin. Het is gaaf gedaan. Echt tof. En de laatste tekening, ongelooflijk, is Donald Duck. Cyanne Heiberg.
Geef een like voor Cheyenne. En bedankt voor de fan. Wil je ook een fan sturen? Kijk naar vincentbarietjes@gmail.com. Stuur even dat je mijn adres wil. Hou mijn adres privé. En dan komt het helemaal goed. Tof. Tot de volgende fanmail. Doei doeg!